Kijk, beste vrienden, wie we hier zien, dit is Koen, zeg het zelf maar, wie ben jij? Hoi, ik ben Koen, Koen Simmerink. Simmerink. En hoe oud ben jij? Ik ben 31. 31, kijk, ja. Een goede leeftijd, man. Jazeker. Ja, en Koen, beste vrienden. Die schrijft mij vaak, hè Koen? Ja, klopt. Zorg dat je in beeld blijft, hè Koen? Houd de camera goed, hè? Hou hem goed, ja. Heb ik. Ja, je schrijft mij veel, hè? Ja. Over van alles en nog wat, hè? Maar altijd over voetbal, hè? Ja, klopt. Ja. Want je werkt bij Ajax, hè? Of niet? Of je helpt bij Ajax, of wat doe je? Ja, daar werk ik, ja. Ik maak daar de... Nou, de trainingscomplex maak ik schoon met de groepie. De toekomst, je maakt de toekomst schoon. Ja. Je hebt geen Ajax-shirt aan, zie ik. Klopt, ik heb wel eigenlijk even een Ajax-shirtje aan te trekken. Ja, je moet, ja, als je bij Ajax werkt, moet je toch een Ajax-shirt aan, man? Ja, ik kom er zo aan van. Je gaat even weg. Koen is nog steeds druk bezig met zijn... Oh, daar komt hij aan. Oh! Ajax-shirt. Laat hem even helemaal goed zien, het Ajax-shirt, Koen. Laat hem even goed zien. Even met je cameraatje naar beneden. Ja. Oh, ja. Dat ziet er goed uit. Ja, nou mag de camera weer omhoog. Ja. Goed zo. Nou, top, jongen. Kijk, nou ben je helemaal Ajax. Ja, zeker. En wat moet je allemaal opruimen trouwens daar bij die toekomst? Wat moet je dan, wat moet je schoonmaken? Wat moet je allemaal doen dan? De tribunes. Ja. Doe ik. Wat er omheen is. Natuurlijk. Schoffelen. Als het goed is. Schoffelen moet je ook. Maar goed, daar zie je wel altijd die spelers, of niet? Ja. Die zie ik, ja. Die kun jij gewoon een gedag zeggen. Ja, klopt. En die komen dan een praatje met jou maken, of niet? Ja, klopt. Dat klopt, Harry. En wat zeggen ze dan? Ja, soms krijgen we complimenten. Oh, soms krijg je een compliment. Ja. Van wie krijg je dat dan? Huntelaar. Van Huntelaar krijg je complimenten? Ja. Nou, dat is wel aardig van Klaas, niet dan? En wat zegt hij dan tegen je? Dan zegt hij van... hoe gaat het met je? Dat soort dingen. Oh, dat soort dingen zegt hij. En dan verder niks meer en dan loopt hij door. Dat klopt, want we mogen niet de hele tijd praten, zeg maar. Dus, oh, je mag niet te veel met de spelers praten. Nee. Ah, wat heb je mooi haar, man. Ja, denk je wel, Harry. Het is cool hoor, dit. Ja, klopt. De grote kuif. Laat eens even goed zien. Laat eens even zien met, die kuif, met je telefoon. Ja. Laat eens even die kuif zien. Ha! Zo! Hey. Dat is even cool. Wie is voor Feyenoord? Jij. Ja, ja, ik ben iets meer voor Feyenoord dan voor Ajax. Ja. Vind je Feyenoord leuk of vind je Feyenoord niks? Nou, ik ben echt een ras Ajaxiet, dus ik... Ja, jij bent een ras Ajaxiet. Ja. Wat vind je van Feyenoord dan? Als ik zelf uit sportieve rivaliteit zou zeggen, denk ik op zich iets betere, leukere club dan de club uit Eindhoven, PSV. Ik ben blij dat jij Feyenoord leuker vindt dan PSV. Ja, daar ben ik wel blij mee. Ik wil nog twee dingen van jou weten. Ik wil van jou weten, wordt Ajax kampioen? Dat is één. Ja. Dat is de tweede. Oh, die wil je gelijk weten ook. Ja. Oh, die wil je ook gelijk weten. Ja. Ik denk, daar kom ik straks mee, maar je wil hem nu al horen. Je wil twee nu ook horen. Nou, er komt twee. En twee is, wie wordt de nieuwe bondscoach?
Ja, maar nou, we beginnen bij 1 of niet? Of beginnen we bij 2? Ja. Nee, we beginnen eerst bij 1. Oh, we beginnen bij 1. Fijn. Ja. Nou, zeg het dan maar. Ik denk dat de Ajax kampioen wordt. Je denkt dat Ajax kampioen wordt? Goed. Ja. Nou, dat is dat geregeld. En wie moet de nieuwe bondscoach worden? Die ik echt heel goed vind. Ja, wie vind jij nou... Wie is nou een goede bondscoach? Daar komt-ie hoor. Koen gaat het zeggen. Ja. Het duurt even. Ja, ik zit te wachten. Ja, dat duurt even, Koen. Nou, denk nog even na. Ja. Heb je hem? Nou, goed nadenken. Oh. Nou, ik dacht aan Dirkie. Dirk Kuyt. Dirk Kuyt? Als bondscoach? Ja. Ja? Zou je die wel willen zien als bondscoach? Ja hoor. Nou, Dirk Kuyt schrikt er zelf van. Als hij dit hoort. Nou ja, goed. Als jij dat wil, Koen. Dan maken we gewoon, Dirk Kuyt bondscoach. Geen gelul. Nou jongen, moet je horen, ik ben blij dat ik je eindelijk een keer gesproken heb. Ja. Zeg iedereen even gedag in Amsterdam, alle Ajaxiden, zeg ze maar gedag. Jo, fijn dag. 90 minuten lang. Ja. Uit Amsterdam. Juist. Kijk eens wat de tune. Ja. Niemand ons stoppen kan. Juist, dat is hem.